Hey, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Deze week heb ik voor jullie een hele speciale video, namelijk eindelijk de house tour. En een tijd geleden ben ik verhuisd, 11 maart om precies te zijn, en ben ik hier komen wonen. En sindsdien zijn we al heel die tijd bezig in het huis te werken. Ik heb ook al enkele leuke video's laten zien van dat we in het huis bezig waren. En nu heb ik eindelijk de house tour voor jullie. Dus ik neem je mee, let's go! Dan beginnen we met onze house tour. Als je binnenkomt, kom je in dit inkomhalletje binnen en hier heb je de wc al meteen. We hebben hier een kleine inham waar we onze jassen met onze vroegere kapstok ophangen. En dan meteen ook onze schoenenkast die we ook van het vorige huis hebben meegenomen. En dan hebben we er een nieuwe spiegel voor gekocht, zodat je ook meteen een groter gevoel hier hebt. Verder willen we hier dan nog twee schilderijen op gaan hangen die we zelf hebben gemaakt. En dat is deze van Fee en we wilden nog eentje van Max gaan maken. Enkel de letters gaan we nog even opnieuw doen, omdat we daar niet helemaal tevreden mee zijn. Maar voor de rest is het allemaal goed gelukt. En dan loop je zo door naar de woonkamer. En hier is dan de woonkamer. Hier hebben we wat meer nieuwigheid gekocht, zoals het tapijt, maar ook onze octagon tafeltjes en de bank. Deze zijn van Loberon en daar zijn we echt super blij mee. Volgens mij zijn die niet van Loberon. Die zijn van Goossens en daar ben ik super blij mee. Verder hebben we onze oude tv-installatie hier ook gewoon kunnen zitten en hebben we het versierd met allemaal nieuwe plantjes, maar ook oude plantjes. Dat is die volgens mij. De lamp is wel van Loberon en voor de rest loop je dan meteen de eetkamer in. En hier hebben we ook gewoon onze oude tafel met stoelen. Een schilderij van ons oma opgehangen. En onze oude wijnrek met de kast die ook nog van mijn opa is geweest. Voor de rest is hier niet echt heel veel interessant, behalve dat we dan ook nog de kist van mijn vroegere opa hebben bewaard. En die nu eindelijk ook een mooi plek heeft gekregen. Dan lopen we door naar het kantoortje. Misschien moeten we die wel even leeghalen. Dit is dan het kantoortje en hier doen wij gewoon onze kantoorspullen, maar ook onze leuke projectjes. Zoals onze cricket waarmee wij ons schilderijtje hebben gemaakt en nog heel veel andere leuke dingen maken. En ja, voor de rest is het niet zo heel bijzonder. En dan kunnen we doorlopen naar de keuken. Hier hebben we zoals je ziet echt een hele leuke vloer geplaatst. Een beetje druk, maar ook echt niet. Ik vind het wel echt prachtig passen bij onze nieuwe keuken. Die we van Dovi Keukens hebben kunnen uitzoeken. En ja, gewoon een landelijke grijsgroene keuken. Super netjes. En daar is dan de deur voor de bijkeuken voor ons, al onze troep. En dat is gewoon heel simpel, al onze rommel erin. En dan hebben we gewoon de simpele keuken, onze werktafel waar we altijd aan eiland om op te werken. We zien ons hier ook echt gewoon koekjes op bakken, taarten op maken. We hebben het geluk gehad dat we al een taart konden maken op onze nieuwe eiland. Maar we zijn dus ontzettend blij mee. We willen nog krukjes voor de andere kant, twee. Verder gewoon een heel simpele keukenkant met makkelijke stenen die goed schoon te maken zijn. En dan met leuk uitzicht naar ons tuintje. En hier hebben we dan ook meteen de schuifdeur naar onze tuin. Deze hebben we dan helemaal laten inrichten door onze vroegere tuinman. En ja, hij heeft weer gewoon een geweldig job gedaan ervoor. Veetje, kom je? Goed zo. De batterij was even plat, maar we gaan weer verder. Weet u nog die ruimte die zo langwerpig en leeg was? Nou, die is veranderd hoor. Oh, misschien had ik mijn was moeten wegdoen. Nou, hierachter zit dan nog een garage, maar dat is nu een rommelkot, dus dat is niet voor jullie oogjes. Maar dit is dus die lege ruimte geworden. We hebben helemaal maatkasten laten maken, zodat al onze troep om het wassen lekker weg kan. Onze wasmachines lekker opgeruimd zijn en je dan nog een werkplaatje hebt voor al je was op te gooien. Verder missen we wel een beetje de groene kleur hier, maar dit is wel veel mooiere, nettere kleur voor... Maakt niet uit hoor. Vee. Ga je mee, Vee? Kom maar. En hier ga je dan gewoon lekker naar boven. Hier moet nog geschilderd worden. Ze komen dat binnenkort voor ons doen. Dit is de enige plek die we niet zelf schilderen. Omdat het gewoon te hoog is en dat gevaarlijk gaat zijn.
laten we de professionals dat lekker doen. Kom maar mee. Ho, even voordat we verder gaan, heb ik nog even één ding. Het zou superveel voor mij betekenen als jullie even controleren of je zijn geabonneerd. Die rode abonneerbutton moet dus grijs zijn. Heb je dat nog niet gedaan, dan zou het superveel voor mij betekenen als je dat doet. En ben je toch bezig, kun je ook meteen even een duimpje achterlaten in de video. En dan gaan we weer door. En dan kom je in de bovenhal en hier hebben we ook gewoon weer alle dingen die van vorige huis kwamen. Lekker geschilderd, nieuwe lampen gekocht, gewoon IKEA. En de eerste deur gaat meteen naar onze hele leuke inloopkamer. Dat wouden we beide heel erg hebben en dit geeft echt zo de vrouwenhome sfeer. We hebben helemaal roze geschilderd, lekker zuurstokkenroze. Tussen zuurstokkenroze en babyroze eigenlijk een beetje. Want we dachten, er komen toch witte kasten in. En ik vind het goed gelukt. De kasten zijn ook allemaal van het vorige huis, nog een hele oude van mij. En dan twee die ook al een paar jaar oud zijn. Dus alles door elkaar. En dat vinden we ook niet zo heel erg. Toch maar een klein kast. Ja, voor de rest hebben we het lekker eerlijk verdeeld. En dan, ja, dit is het ook eigenlijk. Naar de volgende kamer. En dat is zowel mijn favoriete kamer als Fees favoriete kamer. En dat is mijn kamer. Een combinatie van wat we al hadden van mijn vorige huis met dingen die van mijn kamer kwamen in Breda. En nieuwe dingen, zoals mijn bed. Het is mijn eerste dubbelbed. En ik dacht in het begin, dit heb ik totaal niet nodig. Maar nu kan ik niet meer zonder. Samen met dan nieuwe dekens. Die had ik misschien al eens besproken in een vorige video. En ja, een beetje Bridgerton vibe. Maar ik zit er helemaal in de Bridgerton sfeer. En dan de standaard dingen. Donkergroen en de schappen een beetje schuin inzetten en overal fotokaders in het zwart, lekker Pinterest gemaakt. Ik kon niet zonder een monstera in mijn kamer, omdat dat dan toch wel de plant van mijn vlog is geworden. En verder dan gewoon een leuk tafeltje voor een bureautje voor mijn werk aan te doen, niet dat ik hier zoveel studeer. En nog een leuke plek voor mijn boeken en mijn make-up, mijn oude sieradenkast. En dan nog wat leuke versieringjes, plantjes. En hier ben ik zelf wel trots op. Dit ding is van mijn tante geweest. Zij wou die weggooien en ik heb hem dan volgestopt met kurkenhoutjes en kleine cactusjes in gedaan. Mijn landkaart. En ja, ik hoop dat ik nog heel veel meer vlaggetjes erop ga kunnen zetten nu ik hier woon. En dan de vloghoek, die jullie ook al een paar keer hebben gezien. Ik heb nog steeds geen foto's uitgekozen die ik erin ga plakken. Dat gaat ook waarschijnlijk nog een tijdje duren, omdat het zo'n moeilijke keuze is wat ik nu wel wil zien. En met de leuke lamp erbij, die dan netjes wat verlichting geeft. En dan heb ik aan die kant van de kast al mijn schoolboeken gedaan en aan deze kant wat leesboeken voor mijn vrije tijd. Waardoor je twee kanten van de kast gaat creëren, wat ik ook wel heel leuk vind. Vee, opstaan. Vee, kom op. En dan komen we zo in de badkamer en hier is ook heel veel gedaan. Weten jullie nog dat ik aan het klagen was over dat het bad niet werkte en de douche niet werkte? De douche werkte wel, maar er zat iets in verstopt. En we hebben nu eindelijk die vieze, kalk aangeslagen, beschimmelde kraan weggegooid en een hele nieuwe. Waardoor onze inloopdouche veel netter is. Met een grote regendouche, want dat wouden we graag. En dan gewoon iets wat niet vies is en netjes is. Ja, verder, het werkt hier nu allemaal goed, dus dat is echt wel fijn. Ons bad hebben we ook een nieuwe kraan op laten zetten, zodat niet heel de badkamer vies wordt als we die opzetten. En een nieuw putje, want het water ging gewoon weg, dus je kon niet badderen. Verder hebben we onze oude rek en kasten weer staan. En hebben een heel nieuw stel ingezet voor onze lavabo, spiegels. Dus hebben we nu echt gewoon heerlijk met schappen. En ook achter de spiegels kun je van alles doen. Dus dat is echt wel gewoon veel netter. We wouden stiekem ook een tijdje echt gewoon alles gaan renoveren. Maar nu dit erin staat, is het al een stuk beter. En is het gewoon niet meer zo lelijk hier. En dan kunnen we hiernaast naar mijn moeders kamer. En dan zijn we in mama's kamer. En mama heeft ook een nieuw bed gekregen. Nieuwe nachtkastjes. En ook eenzelfde soort dekbed als ik heb. Alleen een beetje anders. We hebben net deze week deze lamp eindelijk opgehangen. Waar we ook super blij mee zijn. En als laatste deel van ons bovenverdieping heeft mama dan ook een naaikamer. Deze is nog helemaal niet ingericht. Maar ja, dit wordt het dan. En dan zijn we eigenlijk rond boven. Dan is er nog één deur. En dat is hiernaast. En dat gaat naar de zolder. Maar die staat helemaal vol. Je gaat klimmen. Waardoor er ook niet veel te zien is op het moment. Maar dat is deze deur. En dan zijn we rond. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Zo ja, vergeet dan niet dat duimpje even omhoog te doen.
En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuwe video. Dus blijf zeker kijken. Tot dan. Doeg! Thank you.